Sinds kort zijn deze opvallende posters op verschillende plekken te zien in de stad. Met daarop de volgende mededeling. Per 1 januari verplicht. Een helm op de elektrische fiets. Vanaf 1 januari 2024. Wist u al van deze regel? Nee, dat wist ik helemaal niet. Ik denk ook niet dat het geen officiële regel is. Nee, ik denk dat het een fake poster is. U bent scherp. Ik denk dat het een grapje is, ja. Hoewel de vormgeving anders doet vermoeden, zijn de posters dus niet van de gemeente. Nou, lekker dan. Je laat me net poster lezen. Nou, lekker dan. Nou, bedankt, AT5. Dankjewel. Nou. Het is gemaakt door kunstenaarscollectief Pattern Up, die zelf liever anoniem blijven. Het collectief zat ook al achter deze stickers een tijdje terug in het centrum. Toen wilden ze aandacht vragen voor de drugsproblematiek. Nu voor de verkeersveiligheid in de stad. Ja, het lijkt net echt. Ja. U bedoelt nu ook gemeente Amsterdam. Maar het is dus ook een boodschap aan de gemeente Amsterdam. En daar is niks tegen. Het zorgt ook wel een beetje voor verwarring waarschijnlijk. Ja, maar ja. Ik bedoel, als ze er niet zelf mee komen, dan gaan mensen zelf mogelijkheden zoeken om aandacht te vragen. Ik vind het heel goed gedaan. Ik zou het zelf ook doen, denk ik. Ik het zou zien, dan denk ik dat het echt is. En dat is waarom ik het niet prettig vind. Je mag van allerlei kunst maken, maar niet dat het lijkt alsof het een echte regel is. Iedereen denkt dat het echt is. Het komt van de gemeente, maar dat is niet zo. Het geeft verwarring, ja. Kunst is ook een beetje om verwarring te brengen, toch? Dat is waar. Dus, soms. Ja, dus ik maak me er ook niet druk om. Nee. Het gaat om het doel van dat mensen erover nadenken en dat de gemeente erover nadenkt. Dus dan kan het denk ik alleen maar goed zijn. De gemeente vindt het iets minder leuk en laat weten dat ze binnenkort de posters gaan weghalen. Dus voor alle Amsterdammers die verheugd waren op de helmplicht, helaas, een helmplicht voor elektrische fietsen is nog niet aanstaande.